Yes, jullie favoriete duo is weer aanwezig. Welkom bij Klasse, de podcast over onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Yes, Marv. Yes, hey, yes. We zijn er, broeder. Ja, toch? Lekker, man. Mijn naam is Ben Kremers en tegenover mij zit Marvin Litte. Zo goed, Marv? Je zit druk naar met de gebaren? Ja, gelijk moet iets zachter, want het snijdt af. Ja? Ja. Oké. Nou, nu is die weer goed. Ja, toch? Duidelijk, thanks. Hey, Marv, we hebben vandaag een hele toffe gast. Ja. Tenminste, ik heb hem, denk ik, een jaar geleden een keertje een berichtje gestuurd. En heb ik heel lang niks gehoord. Nou, die zal wel geen interesse hebben of iets dergelijks. En opeens, vanuit het niet, bam, kreeg ik een berichtje terug van, joh, hey, ik heb interesse. Bel me anders eventjes. En nou, zo gezegd, zo gedaan. En nou zit hij hier. Ja. Dus ik ga hem even introduceren. Ja, toch? Ja, kijk, ik ben benieuwd. Hij is docent Engels. Hij is ex-teamleider. Hij is trainer. Hij is coach. Hij is gastspreker. En toen hij 5 jaar oud was, werd hij naar speciaal onderwijs gestuurd. En hij werd bestempeld als onhandelbaar. Nou, ondertussen zijn we een tijdje verder en heeft hij zich niet uit het veld laten staan. In 2018 is hij leraar van het jaar geworden. En in 2019 heeft hij de Divan Awards gewonnen. De man heeft heel veel humor. Dus dan ben ik benieuwd naar dadelijk hoeveel grappen hij heeft, zeg maar. Hij heeft zelfs de finale bereikt van Kameretten in 2018. Als klap op de vuurpijl heeft hij ook nog een TED-talk mogen doen in Rotterdam. Ja, en dat was in 2019. Dus ja, Ismael, welkom, man. Echt thanks. Super nice. Ja, thanks, man. Wat een introductie, man. Ja, daar mag je trots op zijn, toch of niet? Ja. Super dankbaar. Alleen het creëert gelijk, zeg maar, een gevoel van schaamte of zo. Nee, je moet trots zijn, man. Ja, maar in een positieve zin. Dat je toch denkt van... ik hoop niet dat men op het moment dat ze dit luisteren... dat ze denken van... hey, kijk hem nou, joh. Na zijn schoenen lopen of zo. Ik ben er super trots op, dankbaar voor. Mm-hmm. Maar goed, mijn uitspraak is altijd... titels zijn leuk, maar het gaat er vooral om wat je ermee doet. Ja. Ja, toch. Mooi. Ja. Zo, we hebben al een quote weer voor onze social media. Hey, lekker, man. Hey, voordat we beginnen, spelen we even This or That. Ik ga jou wat dingetjes vragen en dan mag jij zeggen wat je daarvan vindt. Jij mag kiezen, een park of een strand? Een strand. Groente of fruit? Fruit. Docent of teamleider? Docent. Engels of Nederlands? Engels. Spider-Man of Hulk? Spider-Man. Spider-Man. Kaal of haar? Kaal, man. Kaal. Ja. Europa of Afrika? Afrika. Afrika. Ja. En cabaretier of leraar? Leraar. Ja? Ja, die zeg ik gelijk. Waarom? Ja. Een van de redenen waarom ik met... je gaf het net al in de introductie aan. Ik ben op een gegeven moment actief geweest in het cabaretwereld. Als comedian. Mm-hmm. Ik had meegedaan aan het Kameret Festival. Die finale bereikt als duo genaamd De Waterkonijnen. Hele gekke naam, maar goed. Wel, op een gegeven moment merkte ik gewoon dat het niet helemaal strookte met waar ik gelukkig van werd. Het strookte niet met mijn zijn. En ik merkte ook dat ik gaandeweg best wel wat tijd verloor daaraan. In alle eerlijkheid. En tegelijkertijd heel weinig tijd dus had voor mijn leerlingen. En toen heb ik onder andere vanwege dat besloten om het cabaretleven achter me te laten. En ik heb er geen moment spijt van. Want eerlijk is eerlijk, het onderwijs is hartverrijkend, man. Ik weet niet of dat woord bestaat, maar dan heb ik het gewoon nu verzonnen. Ja. Nee, dat is echt niet normaal, man. Dus mijn, gelijk die keuze is vrij simpel. Ja, maar die humor, die ben je niet verloren, toch? Of wel? Nee, dat niet, hè. Nee. Ik hou echt van humor. Ik vind het ook wel belangrijk. Het relativeert ook. In heel veel situaties en alles wat je meemaakt. En humor is gewoon wel, denk ik, key als leraar. En ja, humor, ja goed, iedereen heeft een ander humor. Maar ik hou er wel van, man. Ja. Ja. Mooi, ik vind het wel een goed middel om te communiceren ook met mensen, zeg maar. Door humor in te zetten, daar kom je ver mee. Ja, zeker. Eens. Toch mooi, jij bent ook tantoe grappig, jij toch? Dat weet ik niet of ik grappig ben. Ik vind mezelf wel grappig. Lach je om je eigen grapjes, of dit? Nee, dat niet. Nee? Nee. Waarom niet? Weet ik niet, ik lach niet om mijn eigen grapjes. Ik lach met de mensen mee die om een grapje lachen. Maar ik ga niet als eerste om mijn eigen grapjes staan lachen, toch? Jawel, dat doe jij wel. Nee, echt niet. Je kan heel hard lachen namelijk. Vraag het aan iedereen, jongen. Ik maak wel een grap.
Maar dan lach je zelf ook mee. En dan lach ik mee, inderdaad. Oh, ik lach erom dat degene erom lacht. Ja, oké. Snap je? Maar ik ga niet als eerste de kuit om mijn eigen grap zitten lachen. Nee, hoor. Maar heb je door dat je grappig bent? Zo, dat is een gevaarlijke vraag. Ik heb wel door dat ik op momenten grappig kan zijn, ja. En ik heb wel door dat soms met name leerlingen mij super irritant dan vinden. Van, ik denk echt dat die grappig is. Ja, precies die. Doorgaan. Precies die. Die zegt ja. Vaak, hè. Echt, ik denk echt dat die grappig bent. Ja, komt ie weer. Ja, echt. Nee. Hey, maar even, jij zei ook Engels of Nederlands. Jij zei Engels, omdat je Engels geeft? Of, Ja, Ik heb zelf, in alle eerlijkheid, een van de redenen waarom ik uiteindelijk voor de lerarenopleiding Engels had gekozen, want Nederlands stond ook wel op de planning, was tweeledig. Enerzijds omdat ik zoiets had van, oké, met die taal kan ik eigenlijk de hele wereld over. Dus ik kan overal lesgeven. Stel je voor dat ik op een gegeven moment ervoor wil kiezen om te emigreren, dan kan ik gewoon daar ook lesgeven. Maar anderzijds, dit verhaal heb ik niet... Nooit echt in een podcast of in een interview gedeeld. Maar ik twijfelde ook heel erg. Vooral omdat het sentiment op dat moment was. Er was gewoon heel veel racisme en discriminatie gaande. En ik dacht, ja, als ze moeten kiezen tussen... Chargeer ik maar de Jong en Achzenij. Dan is de keuze snel gemaakt als het gaat om solliciteren. En dat was ook wel voor mij een van de beweegredenen geweest. Nu jaren later kijk ik erop terug en dan denk ik... Nee, als je gewoon goed les kunt geven... Dan kom je gewoon op heel veel plekken binnen, ongeacht je achternaam. Maar dat was wel iets wat toen in mijn achterhoofd speelde, man. Ja. Ja. Heel eerlijk, ja. Ja, terecht eigenlijk, denk ik. Ja, nee, als je kijkt naar wat er gebeurt in de samenleving. Ik denk dat we nu natuurlijk met de gemarginaliseerde groepen wat meer op durven te staan. En meer onze stem durven te laten horen. Maar toen destijds, ja, ik hoorde natuurlijk heel veel in het nieuws voorbij komen. Ook, weet je, op straat kreeg je wel eens krachttermen richting je hoofd geslingerd. Ja, toen dacht ik bij mezelf, met alle respect, ik ga gewoon voor Engels, man. Ik kan dat overal doen, maakt niet uit waar ik naartoe reis. En Nederlands, ja, dat is in principe alleen gewoon hier in Nederland waar je het kunt doseren. Dus dat was wel mijn, nogmaals, een van de beweegredenen. Maar het belangrijkste was wel voor mij dat ik gewoon zoiets had van... Mocht ik ooit willen emigreren, dan kan ik dat gewoon doen. Ja, zit echt een idee achter, zeg maar. Ja, dat wel. Ja. 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 Heb jij dat ook, Marv, gehad om bewust voor maatschappijkunde gekozen? Wat was het idee bij jou erachter? Ik heb niet bewust voor maatschappijkunde gekozen, nee. Ja, ik heb wel bewust voor maatschappijkunde gekozen, maar omdat ik gewoon goed sterk was in het vak. Maar ik heb niet bewust voor de leraaropleiding gekozen. Volgens mij heb ik dat verhaal een keer verteld. Ja, dat wel, maar... Ik had een lijstje aan opleidingen. Het was een inimini-mitte. En op een gegeven moment kwam ik op de leraaropleiding terecht. En ik ben gaan studeren omdat ik dacht dat ik dat moest gaan doen. Ja. Maar ik wilde muziek maken. Mm-hmm. Dat was het. Dus ik heb echt drie jaar lang heb ik best wel aan zitten kloten tijdens de opleiding. Snap je? Ja. En ik was niet de meest ideale student. Pas toen ik hier kwam werken bij de Oude Maas, zag ik de urgentie om af te studeren. En toen pas ben ik verliefd geworden op het vak. Op het vak, inderdaad. Maar daarvoor, boeide me echt niet, man. Nee. Ik denk dat de docenten van de HNO, sommige docenten, hoor, ik ben met heel veel docenten ben ik ook goed, maar ik denk dat er twee of drie echt wel naspugen over de grond waar ik heb gelopen, gek. Serieus, zij konden niet met mij, man. Nee. Ik was zo makkelijk. Ik was zo... Nee, ik zou niet met een type student als ik kunnen. Nee, maar dat is wel mooi. Herken je jezelf dan ook in andere... kinderen die wij nu op school hebben? Nee, ik herken me totaal niet in mijn kinderen. Nee? Niemand die denkt van, die lijkt wel een beetje zoals ik vroeger was? Ik weet niet wat je bedoelt, hoor. Ik ga nu zomaar antwoord geven. Zal ik hem even uitleggen, anders? Nee, je hebt natuurlijk, kijk, jij zat natuurlijk op het HBO toen. Ja. Onze leerlingen zijn VMBO-leerlingen, MAVO-leerlingen, zeg maar. Soms zie ik wel een leerling en denk van, dit doet me wel eens denken aan mezelf, hoe ik vroeger zelf was. Ja. Bepaalde onzekerheid, dat lakse wat ik ook had, zeg maar. En ik denk, doe me een beetje aan mezelf denken. Ja. Heb jij dat niet, dat jij dan af en toe een leerling ziet waar je denkt van, die lijkt wel een beetje op mij vroeger. Zo bedoel ik het. Goeie vraag weer. Ik ben niet de gast hier, hè. Maar, ja, deels. Want ik denk dat ik op de middelbare school, toen ik ging studeren,
misschien was ik niet minder gemotiveerd, maar ik had wel een doel voor ogen. Mm-hmm. Snap je? Dus ik was met iets anders bezig, maar tegelijkertijd wilde ik wel een soort van mijn veiligheid creëren. Van ik wil wel minimaal een diploma hebben, want dat is belangrijk in de maatschappij. Maar ik was gedreven in muziek maken. Dus ik had toch een drive ergens in. Dus ik was niet ongemotiveerd, van ik heb nergens zin in, ik wil gaan chillen. Nee, ik was klaar met mijn studie en bam, ik ging naar de studio. Of bam, ik ging hosten ergens. Of bam, ik ging ergens optreden. Snap je? Dat deed ik. Of ik, dat heb ik ook nooit tegen jou verteld. Of ik werkte en dan was ik klaar met mijn college op de vrijdag om 4 uur. Ging naar Footlocker. Footlocker werken tot 9 uur. Hosten tot 5 uur 's nachts. 2 uur slapen, weer de winkel in. S'nachts weer ergens anders werken. Slapen 2 uur, winkel in. En maandag uitgeput college. En ik had er geen zin in. Maar ik wilde het wel mijn foundation veiligstellen, snap je? Dus ik denk, ik weet niet of ik ongemotiveerd was. Mijn prioriteiten lagen gewoon ergens anders op dat moment. Ja. Maar daarom, ik herken me deels, want ik weet toch? Nee, ik heb ook wat van die rap is natuurlijk wel in, ook bij die kinderen. Ja. Die luisteren veel rap en dergelijke. Ja. Dus misschien heb je wel zoiets van, nou, die is ook veel met muziek bezig of... Ja, ik kan me wel vinden in de kinderen die een passie hebben. Ja. Dus een passie voor voetbal, een passie voor muziek, passie voor, weet ik veel, tekenen. Dat je ziet dat zij zich daarin kwijtraken, toch? Omdat dat ik wel inderdaad, dat ik me in voetbal, toen ik nog voetbalde, me daarin kwijtraakte. Maar ook in muziek maken me daarin kwijtraakte. Waardoor dus die prioriteiten niet in evenwicht waren, snap je? Ja. Maar ik was nooit ongemotiveerd, doe dat niet. Dat niet, maar ik had... Ik zei het dan niet ongemotiveerd, zei ik dat wel? Ik zeg nu dat die leerlingen ongemotiveerd zijn. Dat is gek, hè? Nee, dat bedoel ik niet. Dit gaan we knippen. Hoe is dat voor jou, Ismael? Heb jij wel eens dat je leerlingen hebt gezien waarin ik van... die lijken een beetje op mij, of zie ik trekjes van mezelf in terug, zeg maar? Nou ja, in het verlengde van wat Marv zegt, hè, ik wilde ook nooit leraar worden. Hè. Dat stond bij mij helemaal niet op de planning. Nee. Dat was het laatste wat ik wilde worden. Sterker nog, ik weet nog dat ik me had aangemeld voor de proeflesdag van de toneelopleiding of theateropleiding op de Hogeschool Rotterdam. En op een gegeven moment kreeg ik die proeflesdag en ze waren een stuk van Hamlet aan het uitbeelden. Ik zweer het, hè. Ik keek en ik dacht... Wat doe ik hier? Dit gaat er echt niet worden, man. Sterker nog, ik dacht bij mezelf, als ik met dit verhaal terug ga naar de buurt... gaan de gasten mij niet serieus nemen, man. Dus ik liet dat al heel snel varen, zeg maar, die gedachten. En het strookte ook niet met mijn idee van theater, weet je. Ik had gewoon, gewoon voor me, sorry. Ja, nee, maar, maar je moet nagaan. Ik keek naast mij en de andere studenten die zich dus ook hadden aangemeld voor die proeflesdag. Die zaten echt vol passie. Ik zag hun ogen groot worden. Wow, en ik dacht alleen maar, wat doe ik hier, man? Hey, joh, is dit theater? En toen liepen we weg. En toen dacht ik meteen van, ooit zei een docent tegen mij... Ismael, misschien moet je leraar Engels worden, want ik was ook wel goed in Engels. En toen dacht ik, ja, weet je, ik heb toch geen andere keus. Ja, wat ga ik anders doen? Maar ja, en toen kwam ook het idee van, oké, docent Nederlands misschien. Maar zoals ik net aangaf, een van de beweegredenen waarom ik het niet deed. En toen viel mijn keuze op leraaropleiding Engels. En ik besefte mij pas hoe waardevol dat beroep is, zeg maar. Op dat toen ik stage begon te lopen. Ja. Ik had het bij me in mijn Rio-stage inderdaad. Toen ik zelfstandig voor de klas ging staan, mijn eigen ding kon doen, dacht ik van, dit is eigenlijk wel echt flex. Ja. Dit is flex. Je kan jezelf kwijt in die leerlingen. En die leerlingen, misschien daarin herken ik wel bepaalde leerlingen. Die leerlingen die eigenlijk, weer een redelijk woord, die kansarmer zijn. Mm-hmm. Ja, ik ontfermde me over hen. Van, let's go man, we gaan dit gewoon doen met z'n allen. Snap je? Dat had ik wel. Ja. Ik herken me dan zelf soms in leerlingen aan wie ik les geef, denk ik van, dat had ik vroeger ook. En vooral die onzekerheid die kinderen hebben, die we allemaal eigenlijk hebben, waar we eigenlijk niet over praten of niet over willen praten. En ik probeer dus ook een leraar te zijn, zeg maar, waar ik vroeger zelf behoefte aan had. Ja. Jij had vroeger docenten waar je echt je ei bij kwijt kon, die had ik vroeger niet. Ja. Weet je, ik was echt letterlijk gewoon een nummertje en ik deed gewoon mijn ding en ik viel gewoon niet op. Ja. Niks mis mee. Zo hebben we er nog heel veel. Maar ik had wel behoefte aan iemand waar ik af en toe gewoon mee kon praten. Of waar ik even mee kon sparren. Want ik liep wel met heel veel dingen. Nou, dan kan je natuurlijk met je ouders overleggen of praten. Dat kan ook. Maar niet alles bespreek je met je ouders, zeg maar. Tenminste, op dat moment koos ik daar niet voor. Ja, maar laten we eerlijk zijn, hè. Die waar je het over hebt, die verbondenheid, de sense of belonging.
Dat heeft iedereen. Ja. Want de realiteit is, we hebben natuurlijk allemaal wel de piramide van Maslow geleerd op school. En een van de menselijke basisbehoeften is namelijk verbondenheid. Je veilig voelen bij iemand. Ja. En het gekke is dat we gaandeweg de tijd vorderde, zijn we op een gegeven moment vergeten van, oh ja, hoe belangrijk is dat nou? En dat brengt me eigenlijk ook bij het stuk van, als we kijken naar onze jongeren van vandaag de dag, onze leerlingen, die dan op een gegeven moment kiezen voor het snelle geld of het straatleven. Ja. Wat eigenlijk, wat schrijnend is, pijnlijk is, ons enorm veel doet, tegelijkertijd ook best wel te verklaren valt. Ja, ja. Waarom? Want als jij je verbonden voelt met die straatcultuur, je krijgt daar genegenheid, liefde, aandacht, vertrouwen, je krijgt, ofwel, ik zeg altijd, de 3G, je wordt gezien, gehoord en gewaardeerd. En je maakt dat niet mee op school, of in je eigen omgeving, soms misschien zelfs van huis uit niet. Ja, 1 plus 1 is 2, dan denk je, weet je wat, dit is het leven wat ik wil. En dan kom je op een gegeven moment in een bubbel terecht waarvan je denkt, ik weet niet beter. Dit is voor mij de best mogelijke, of tenminste, best mogelijke optie die ik kan maken in het leven. Ja, denk ja ik zeker. Ja, mooi gesproken. Ja, het wordt steeds meer realiteit ook. Ja. Ja, helaas. Helaas wel, inderdaad. Ja. Maak je daar zorgen om, Marv? Ja, ik maak me daar wel best wel zorgen om, ja. 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 Jij ook, Ismael? Ja, zeker. Ik denk dat wij alle drie misschien niet meer raar opkijken van zaken, maar het blijft wel aan je knagen. Ja. Het doet pijn. Kijk, op het moment dat je daadwerkelijk voor het onderwijs kiest, omdat je beseft dat je van meerwaarde kunt zijn voor leerlingen en of studenten, dan gaat dat aan je hart, man. Als je ziet dat op een gegeven moment jonge meiden of jonge jongens uit je klas op een gegeven moment keuzes maken die funest zijn voor hen, ja, dat blijft je raken. Als je ineens ziet hoeveel dat die criminaliteitscijfers alleen maar toenemen onder ook steeds jonger wordende kinderen, dan denk je bij jezelf, waar zijn we beland, man? Dus het baart me zorgen. Alleen besef ik me wel dat dit gewoon iets is wat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Hoe pijnlijk dat ook is. Ja. En daar moeten we zeker in het onderwijs en alle andere zorginstellingen, weet ik veel. Daar moeten we wel een antwoord op gaan. Ja, daar moeten we wel op inspelen, toch? Ja. Ja, en het vraagt ook om, want laten we eerlijk zijn, wij weten dat ook alle drie, op een gegeven moment voelde het voor vele onderwijzers als een, dat het onderwijs de plek is die maar alles moet gaan oplossen. Dus alles kan op ons bordje terecht. Terwijl de realiteit is, wil je daadwerkelijk het verschil maken in de woorden van Nelson Mandela, it takes a village to raise a child. Mm-hmm. Je moet dat als dorp doen en in dat dorp heb je niet alleen een school, want anders had hij wel gezegd, it takes a school to change child's life of zo. Nee, hij zegt, it takes a village to raise a child. Met andere woorden, het is de school, het is jeugdzorg, het is de kinderopvang, het is de buurtteams. Het zijn al die facetten ouders. Je hebt gewoon een brede maatschappelijke samenwerking nodig. Wil je daadwerkelijk van meerwaarde zijn? En ik geloof ook oprecht in het feit dat we dat alleen maar kunnen bewerkstelligen als je daarmee ook vooral het urgentiebesef krijgt. En twee, je moet ook je eigen ego aan de kant durven te schuiven en te beseffen van dit draait niet om mij, dit draait om het grotere doel, namelijk elk kind equiperen met datgene wat nodig is om als volwaardig burger te participeren in de samenleving. Ja. Dat is uiteindelijk denk ik het hogere doel. Ja, zeker. Het draait niet om jezelf inderdaad. Ja. Ja, zeker. Ja, zo denk ik ook, ja. Is het haalbaar? Wat bedoel je? Nou ja, kan dat? Is dat voor iedereen weggelegd? Dat hogere doel? Ik snap niet. Het moet, je moet dat kunnen, bro. Ja, nee, ja, maar, maar is dat voor iedereen weggelegd? Ik weet niet of dat voor iedereen weggelegd is. Ik vind het een goede vraag. Alles botst nu intern bij mij. Mm-hmm. Want ik vind dat als je in het onderwijs zit of met mensen werkt, dan moet je dat kunnen. Ja. Je moet je eigen ego opzij kunnen zetten. En ik zeg niet dat ik dat altijd kan, hè? Want ik heb ook mijn mindere dagen of dat iets mij heel erg raakt. Net als iedereen. Je snap je? Ja. Alleen is het wel dat je op het moment zelf terug moet kunnen spoelen van, oké, tot in hoeverre was dit nodig? Is dit winst voor het kind of is dit winst voor mijzelf, omdat ik op de regels wil blijven zitten, of dat ik mijn eigen grens wil aangeven, of ik. Maar wat leert dat kind op dat moment? Snap je? En nogmaals, ik word ook boos, hè. En heb je een paar keer gezien, ik word ook boos, maar wil ik altijd nadenken van, oké, welke stap had ik anders kunnen doen? Wat had ik anders kunnen zeggen? En dan heb ik het ook gewoon met collega's erover, van, ik heb dit gedaan, en hoe zou ik, snap je? En
Dat is toch mooi? Ik vind het mooi, want dan heb je een stukje reflectie. Dan kijk je terug naar je eigen handelen. Ik doe dat ook. Ja. En dan kom ik tot de conclusie en denk, oeh, dit had ik ook anders kunnen doen. Ja. Of denk van, hey, dit heb je echt goed opgelost, man. Maar dan is de vraag, wat doe je op het moment dat je reflecteert op een bepaalde situatie en je komt eigenlijk tot het besef dat had ik anders moeten doen? Wat doe je daarna? Dan neem ik dit mee. Dan stop ik dat zeg maar in mijn toolbox. En dan neem ik dat mee. En mocht zo'n situatie zich zo voordoen, en ik herken dit, dan denk ik, oh ja, zeker de volgende keer ga ik op deze manier reageren. Ja, want ik denk dat het daar ook vaak botst. Hè? Want wat er vaak gebeurd is, we leren allemaal vanaf de opleiding af, reflectie is belangrijk, belangrijk. Alleen toch merk je dat soms je ego het overneemt in zo'n situatie. Ik kan me nog een situatie herinneren bij een collega van mij, had een leerling eruit gestuurd. Yeah. En op dat moment zie ik die leerling op de gang lopen. Ik ga het gesprek aan met die leerling. Die leerling zegt, meneer, ik ga echt niet met hem in gesprek. Echt niet. Meneer, elke keer als ik een normaal gesprek probeer aan te gaan met hem, dan snauwt hij me af, schreeuwt hij tegen me. Ja. Sorry, ik vind dat hij mij ook moet respecteren. En toen zei ik, oké, wacht, ga je het voor mij dan doen? Maar meneer, ik zeg, luister, ga je dit voor mij doen of niet? En op een gegeven moment zegt die leerling, is goed. We lopen naar boven, we gaan naar die collega toe. Ik klop letterlijk aan, hè. En die collega komt naar de deur en die zegt, nee, zij komt niet binnen. Ongeacht wat er gebeurt, zij komt. En die collega schreeuwt gewoon tegen haar en tegen mij. En toen ging ik schakelen, in alle eerlijkheid. Want bij mij knapte er iets dat ik dacht van, hey vriend, zo praat je niet tegen mij. Alleen ik besefte me ook heel snel van, oké, anders gaat mijn ego nu het overnemen. En dan ga ik vanuit woede ga ik reageren, ga ik niet doen. Dus ik liet mijn gedachten, mijn boze gedachten liet ik varen. En ik liet het gaan en zij is van, ziet u nou meneer, dit is wat ik bedoel. En ze had dus eigenlijk alle moed bij elkaar geraapt om voor mij daar naartoe te gaan. Toen ben ik het gesprek aangegaan met die collega 1-op-1. Heb ik gewoon echt duidelijk gemaakt van, dit is niet de manier waarop we met leerlingen omgaan. Welk doel heb je nou daadwerkelijk nu bereikt? Het enige wat je nu hebt bereikt is dat die leerling denkt, zie je nou, die docent mag mij niet. Toen zei hij, nee, ik mag haar wel alleen. Toen zei ik, ja, ga dan het gesprek aan. Toen hebben we uiteindelijk met z'n drie een gesprek gevoerd. En toen voelde het gewoon voor mij alsof ik er zeg maar in between zat. Ik moest constant, het ging over en weer, ja, maar hij dat, zij dat. En toen zei ik op een gegeven moment, als ik het goed begrijp, dan zeg jij als collega zijnde eigenlijk van, als zij iets doet wat jij niet fijn vindt, dat ze het, en jij benoemt het, dat zij daar naar dient te luisteren. En andersom geef jij dus aan, als de docent iets bij jou flikt wat jij niet leuk vindt en je geeft dat aan, dat hij daar ook rekening mee moet houden. Zij het allebei, ja klopt. Zeg ik, nou, dan zijn we toch uitgepraat? Ja. That's it. Ja. Dus geef het bij elkaar aan, hou rekening met elkaar. Maar dit zijn wel hele, dit is geen nieuwe verhalen, want dit is best wel herkenbaar, denk ik, voor heel veel onderwijzers. Klopt. Ja, dit is heel herkenbaar. Ja. Vandaag nog zo'n soort situatie gehad. Inderdaad. En dan ga je met collega's in gesprek. En dan merk je, waar de link ook bij zijn, dan merk je ook bij jezelf dat je dan niet altijd eens bent met je collega. Maar je valt je collega nooit af op dat moment. Nu ben ik benieuwd, hè. Ik weet niet waar die man het over... Nee, dat is toch zo. Dat je bij jezelf denkt van, nou, ik had het zelf anders aangepakt, zeg maar. Ik had het zelf anders benoemd. Er werden drie leerlingen eigenlijk uitgestuurd. Eentje die zei van... Iemand zei, mevrouw, mag het raam dicht? En toen zei die andere, ik heb het koud. Ja, ik ben, jij hoeft je mening niet te geven, ga jij maar weg. eentje die dus heel de tijd niks had te doen, die jongen. Dus die werd er dan, ja, wat ga je nou doen? Ja, ga er maar uit. Ja. Het zijn keuzes die mensen op dat moment maken. En dan moet je, dan gaan we voor het herstelrecht. Hè? Dan gaan we het herstellen met elkaar. En dan kwamen ze op hoge poten naar mij toe. Nou ja, ik probeerde ze dan even uit de emotie te halen. Even rustig, kan even daar zitten. Einde van de les, want ik geef op dat moment ook les. Gaan we er even naartoe en dan gaan we het oplossen met elkaar. Nou, en dan zie je dus wat er gebeurt. Dan zie je wat er gebeurt. En dan zit jij in een soort van tussenpauze om hoe ga je dat dan oplossen. En eindstand geef ik aan van, dit is hoe de docent op dat moment lesgeeft. Dit is wat er van jou verwacht wordt. En daar moet je naar handelen. En als je dat lastig vindt, dan geef je dat op een nette manier aan. Ja. Maar dan kun je hem omdraaien. Want jullie zeiden volgens mij allebei net heel mooi inderdaad een stukje reflectie. Dit is een van de redenen waarom ik aan heel veel collega's vooral de vraag stel, wat had jij anders kunnen doen? Want wat we allemaal bijna doen in het onderwijs is... Ja, maar dat kind, die leerling, we wijzen allemaal naar die leerling. En eigenlijk is de kunst van je professionele rol
om even, tuurlijk, we zijn mensen, we zijn ook allemaal wel eens boos of geëmotioneerd, heel menselijk, hoort erbij. Alleen het is wel de kunst om als professional hand in eigen boezem te steken en te denken, wat had ik nou anders kunnen doen? En dan zeg ik altijd tegen die professionals, als jij dat weet en je bent daar bewust van, ga dan nu eens naar die leerling toe en durf eens te zeggen, sorry man, had ik anders moeten doen. Ja, maar dat doe ik wel. Met dat kan ik ook, dat durf ik ook te doen. Weet je, en als je dat weet te doen, wat ontstaat er dan bij zo'n leerling? Hey, wacht nou, want leerlingen schrikken daar soms ook van, hè? Ja, ze zijn het niet gewend. Zegt die docent nou echt, sorry, serieus? Ja. Wow. Want ze zijn het niet gewend. Nee. Dat betekent dat het een uitzonderlijke situatie is, terwijl het eigenlijk gewoon heel normaal zou moeten zijn. Ja, true. Ja, zeker. Maar dat is hetzelfde als je het begin van het schooljaar begint en dat je dan, dan nemen we de schoolregels door en dan, dan zeg je dit is wat ik van jou verwacht. Maar dan stel ik altijd de vraag, wat verwachten jullie van mij? Ja. Dat zijn ze ook niet gewend, zo'n vraag van, wat bedoelt nee, ik u? Ik stel nooit de vraag, nee. Nee, ja, hoeft ook niet natuurlijk, nee. Maar ik stel dat wel, wat verwacht je van mij? Ja, ik wil dat u les geeft. Ja. Oké, dat ga ik doen. Nog meer dingen die ik... Vind je het af en toe fijn als ik een keertje vraag hoe het met je gaat? Ja, dat zou ik eigenlijk wel fijn vinden als u dat af en toe doet. Oké. Zijn er nog meer dingen? Als je het lastig vindt of zo, zou ik je daar dan bij helpen? Ja, misschien. Nou, en als je op die manier in je gesprek gaat, vinden ze ook heel raar. Ja. En ik vind dat zelf prettig. Nou, dit vindt niet iedereen, maar ik vind het wel een leuke manier om eigenlijk met elkaar op een hele simpele manier in gesprek te raken. En om te vragen van ja. Ja, nice. Ja, maar daar begint het ook bij. Hè. De basis van alles is uiteindelijk elkaar beter te leren kennen. Ja. Want alles wat we met elkaar hebben, we zijn allemaal verbonden met elkaar. Ja, we hebben allemaal een relatie met elkaar, inderdaad. Weet je, en op het moment dat je geen verbinding met elkaar hebt, ontstaat er ook heel veel onbegrip. Ja. Oftewel onbekend, maar onbemind. En als we elkaar niet kennen, we stellen de vraag, het is wie ben jij, waar kom je vandaan? En ik doe bijvoorbeeld de film Freedom Writers, ik denk dat jullie die wel moeten kennen. Ja. Ik heb... Die film heeft mij dusdanig geïnspireerd dat ik op een gegeven moment aan het begin van elk schooljaar met elke nieuwe klas, ongeacht of mijn mentorklas was of niet, gaf ik hen een opstel. En daar stonden een aantal vragen centraal. En een van die vragen was, vertel mij nou eens, wie ben jij nou, waar kom je vandaan, waar kom je ouders vandaan? En wat is een van de meest pijnlijke situaties ooit geweest in je leven? En wat is een van de mooiste situaties in je leven? Oh, nice. Wat gebeurt er? Ik krijg ineens, en 95%... heeft altijd meegedaan, elke klas. De overige 5% kwam gaandeweg het jaar, omdat ze jarenlang te maken hebben gehad met mensen die hun vertrouwen hebben beschaamd en noem maar op. Die kwam gaandeweg over de brug, maar in het begin, die 95%, wat kreeg je? Dan dacht ik, wow, dat kind is gewoon misbruikt. Ja. Dat kind komt heeft net een vechtscheiding meegemaakt. Dat kind heeft gewoon financieel... helemaal niets. Mm-hmm. En als je al die dingen op een gegeven moment meekrijgt, dan ga je ineens, zoals dat heel mooi zegt, ga je cultuurresponsief lesgeven. Oftewel, je gaat je lessen afstemmen op de verschillende culturen en niet zozeer etnisch alleen, maar vooral in de brede zin van het woord cultuur, ga je rekening mee houden. Mm-hmm. En dat is denk ik voor mij in ieder geval een hele belangrijke wijze les die ik aan alle professionals meegeef. Ga nou eens even terug, een stap terugzetten en vraag jezelf af, ken ik mijn doelgroep voldoende of niet? Ja. Als het antwoord nee is, dan weet je dus dat het eigenlijk op voorhand al moeilijk wordt. Ja. Mooi gesproken, man. Thanks. Nice. Echt een paar toffe dingen. En af en toe moeten we natuurlijk een beetje streng zijn, maar het half uurtje zit er alweer op, man. Dus dit was aflevering 16 eigenlijk alweer. Nou blijf je gelukkig zitten, dus we gaan ook aflevering 17 natuurlijk even maken. En in aflevering 17 gaan we het ook even over je boek hebben. Ja. Ja, maar jij hebt een boek geschreven, dus daar willen we natuurlijk alles van weten. Wij sluiten de aflevering altijd af met het laatste woord. En het laatste woord geven we altijd aan de gast. Dan worden de microfoons van Marv en van mij, die doen we dicht. We starten de tune, starten we rustig in. En dan mag jij het laatste woord dadelijk gaan bepalen. En dan mag je in principe zeggen wat je wil. Je mag zeggen een shout-out, je mag... Je moet een groet doen, je mag zeggen van wat je belangrijk vindt. Je mag helemaal zelf mag je het instellen. Dus bij deze, alle luisteraars, dank je wel. Mocht je vragen hebben, mocht je iets willen zeggen, check onze socials op Instagram en TikTok, klasse.podcast. En mocht je een mailtje willen sturen, dan kan altijd naar klasse.podcast@gmail.com. Ismael, ik ga hem aanzetten, de tune. En mijn microfoon wordt gesloten. Ja, het enige wat ik kan zeggen is, maak uiteindelijk de keuzes die bijdragen aan het vergroten van je impact. Maar aan het einde van de rit, weten wat het leven gewoon kort is.
En de vraag is, of twee vragen die centraal zouden moeten staan in alles wat je doet. In hoeverre draagt dat bij aan een positieve herinnering over jezelf? En de tweede vraag is, wat laat je achter met datgene wat je hebt ondernomen? Als je die twee vragen steeds centraal hebt, dan maak je constant de juiste keuzes. Omdat je weet dat dat uiteindelijk iets positiefs teweeg brengt. En, dus ga door met wat je doet.